jongens, van de ombudsman. En dat is wel echt een serieus onderwerp. Want steeds meer gezinnen in Nederland raken dus dakloos en worden aan hun lot overgelaten. De Nationale Ombudsman haalt vandaag hard uit naar de overheid. Te veel gezinnen worden zonder pardon op straat gezet. Het is zo ernstig dat er nu echt iets moet gebeuren. Overlast, drugs dealen in de woning of het niet betalen van de huur zijn de voornaamste redenen waarom burgemeesters besluiten tot huisuitzetting. Dat er een soort drietrapsraket ontstaat en dat je dus drie keer wordt getroffen door het strafrecht, door de burgemeester en uiteindelijk doordat je je huis definitief wordt uitgezet. En als je eenmaal op straat staat, sta je er helemaal alleen voor. Opgejaagd als een beest, behandeld als een crimineel. Moet er een verbod komen op uithuisplaatsingen? Nou, daar gaan we straks een antwoord op proberen te krijgen. Maar eerst, Frits, hoe groot is dit probleem? Nou, het probleem is natuurlijk nog wel groot, maar het wordt wel steeds minder groot. Sinds 2013 is het aantal huisuitzettingen in Nederland behoorlijk afgenomen. Als je kijkt naar een stad als Amsterdam, is het bijna nul. Omdat ze daar heel goed zijn in het voorstadium, dat is natuurlijk altijd veel beter dan genezen. Kijken of je van tevoren mensen kunt helpen met schuldhulpverlening. Dat doen ze in Amsterdam eigenlijk heel goed. Daar is het bijna nul. Praat je over gezinnen, dan zijn er niet echt hele precieze cijfers, maar dan praat je over enkele honderden. Ja, maar aan de andere kant, de ombudsman die trekt natuurlijk niet voor niets aan de bel. Die zegt, er komen er steeds meer gezien de situatie waar we met z'n allen in leven. Nou ja, er zijn wel wat meer uitzettingen geweest als het gaat om gezinnen in de tijd van de toeslagenaffaire. Dan zijn er ook kinderen bij betrokken. En dan heeft de gemeente ook wel een plicht om je te herhuisvesten. Maar ja, dan gaat het vaak van tijdelijk naar tijdelijk naar tijdelijk. En dan wordt natuurlijk niemand blij van. Ja, de ombudsman als die aan de bel trekt, ja, dan betekent het wel dat de politiek het bad heeft laten liggen. Misschien wel heel veel heeft laten liggen. Want hoe hoog staat het op de agenda eigenlijk? Nou ja, als er zo'n rapport komt, blijkbaar niet hoog genoeg. En dan gebeurt er te weinig. Dit is echt een aansporing aan de politiek om wel meer te doen. Maar het probleem, relatief gezien, is echt aan het afnemen in Nederland. En de ombudsman zegt dat het toeneemt. Alle cijfers, ik heb allemaal naast te kijken vanmiddag nog weer. Sinds 2013 neemt het wel af. Maar het blijft natuurlijk een verschrikkelijk probleem als iemand zijn huis wordt uitgezet. Om wat voor reden dan ook. En zeker als er kinderen in het geding zijn. Ja, dan kun je zeggen, ja, dat mag je nooit uitzetten. Ja, dan zou het hebben van kinderen een soort ja, verzekering zijn om nooit uitgezet je te worden. Vrijheid. En dan zou je maar kunnen doen wat je wilt en je rekeningen niet betalen, drugs in je huizen, wapens, weet ik wat allemaal. Ja, maar nou stel dat het wel kan heel natuurlijk niet zo zijn. Maar je moet wel goed zorgen voor de kinderen. Ja, iemand die er wel heel veel mee te maken heeft is Jildau. Jij bent directrice op een basisschool, Jildau. Ja. En jij hebt te maken met een gezin dat op straat komt te staan. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou ja, onder andere door hier te zitten, denk ik. Ja, het gezin dreigt op straat te komen. Over 6 dagen staan zij op straat. Dat komt niet door drugs, dat komt ook niet door een betalingsachterstand, maar wel door heel veel andere dingen waarbij deze moeder met haar gezin heel veel pech heeft gehad. En heel veel gemeenten, zoals in Amsterdam misschien, hè, zoals u net zegt, gaat het goed. Maar in de gemeente Hilversum, we doen van alles. Er staan heel veel partijen omheen. Er zijn heel veel mensen betrokken. En iedereen voelt zich doet iets, maar lost niet het probleem op waardoor we eigenlijk nog steeds waardoor ik straks een leerling op school heb die over 6 dagen gewoon geen huis meer heeft. Wat zou een oplossing kunnen zijn? Dat de gemeente helpt om een geschikte woning op dit moment te geven aan dit gezin. Ja, want wat doen jullie zelf daaraan? Ja, wij zijn een school, dus ik ben geen woningbouwvereniging. Dus ik heb wel al gezegd, nou, als je echt niks hebt, dan leggen we een mat in de gymzaal en dat richten we in tot slaapkamer. Wat we zeker de zorgcoördinator van mijn school, die is er extreem bezig om het hele netwerk van Veilig Thuis, van de gemeente, van jeugd en gezin, om dat web aan te sporen van help dit gezin. En iedereen vindt ook dat er iets moet gebeuren, maar vooralsnog gebeurt er helemaal niks. Bijvoorbeeld Veilig Thuis zegt, nou ja, wij komen pas in actie als het gezin daadwerkelijk op straat staat. Ja, dat vind ik ongelooflijk. Het is een getraumatiseerd gezin. Ze hebben al zoveel meegemaakt. Moeder heeft in een jaar echt fantastische stappen gemaakt. En nu weten we dat het gaat gebeuren. Maar we kunnen niks. Ja, het levert natuurlijk superveel stress op. Dat is logisch. Heb je eigenlijk overwogen om ze in huis te nemen? Ja. Maar uiteindelijk is dat ook niet de oplossing. Ja. En er is wel een oplossing. Alleen we hebben een overbruggingsperiode nodig. Ze speelt van alles. En ja, de oplossing die we dan nu kunnen bieden als school is dan de school openstellen om dit gezin daar op te vangen. En hoe groot is die overbruggingsperiode? Ongeveer 2 maanden. Dus dat zou betekenen dat ze in het slechtste geval 2 maanden in school zouden bivakken? Ja, en dan hopen we dat de urgentie dan rond is. Want het duurt heel lang. Je kunt volgens mij dat nu ook rondmaken. Maar als die urgentie rond is, dan
kunnen we verder. Ja, wel heel lief trouwens van jullie. Rutte, hoe kijk jij naar? Wat vind je hiervan? Nou, dat is natuurlijk heel vaak heel schrijnend. Maar je vraagt ook, wil je dat dan in je huis opnemen? Nou, dat is natuurlijk ook nogal wat. Mm-hmm. Ik weet ook niet of ze bij mij thuis nou een beter leven zouden krijgen. Nee, ja, in jouw geval snap ik dat helemaal. Dat begrijp ik. Maar jij hebt in de Hofbar natuurlijk hier ook aandacht aan besteed. Maar dat ging vooral over kinderen die uit huis geplaatst werden door de toeslagenaffaire. Dit is wel een ander verhaal natuurlijk, maar je ziet wel parallellen. Nou ja, wat ik verschrikkelijk vind is dat als de kinderen... zo is de wet als het om jeugdzorg gaat. Als op een gegeven moment kinderen geholpen worden en ze worden ineens 18. Op een 18e verjaardag laten wij die kinderen los die dus in de problemen zijn. Nou, en daar kun je wel echt stevige vraagtekens bij stellen of daar niet. En er wordt er gezegd door nota bene een staatssecretaris van de ChristenUnie, Maarten van Ooyen. Ja, we willen ze wel gaan begeleiden, die kinderen. Maar er zijn geen handjes bij jeugdzorg, dus dat kan helemaal niet. En vervolgens is het nu gewoon zo dat die kinderen, en dat is al een tijdje zo, gewoon los worden gelaten en gewoon aan hun lot overgelaten worden. Ik heb een vader gesproken die twee keer in de week naar een treinstation moet rijden, omdat hij daar zijn kind moet ophalen, omdat hij weer een poging wil gaan doen. En zo iemand ziet dan een 18e verjaardag naderen. En weet dan ook, oké, als die 18 jaar is, dan zijn we de klos. Want dan is die begeleiding weg. En dan rij je misschien wel om een andere reden naar het Centraal Station. Maar iedereen, 18 is de leeftijdsgrens. Maar dit is even iets anders dan de huisuitzending, ja. Als het gaat om jeugdzorg. 18 is, dan val je daar niet meer onder. Maar je kunt bij de gemeente iedere keer verlenging aanvragen. Dus iedereen die echt in de problemen zit, kan bij een gemeente vragen, blijf wel helpen, ook na die 18e verjaardag. Ja. Dus dat kan gewoon. Maar even terug naar het... Nee, maar dan moet je dus wel niet actie ondernemen. Ja, maar je zegt dat heel makkelijk. Maar nee, het is niet makkelijk hoor. Pas op, ik vind dat helemaal niet makkelijk. Maar je zegt het anders wel heel makkelijk. Nee, maar kijk. 18 is dan de grens. En je ziet aankomen wanneer iemand 18 wordt. En dan moet je van tevoren natuurlijk al zorgen dat iemand daarna ook nog geholpen wordt. En als het nodig is, langer geholpen wordt. Ja, maar als je het op 19 zet, krijg je die grens ook een keer op 19. Of op 20 of op 21. Nee, maar wacht even, Frits. Want dat is ook een beetje flauw, want je weet ook dat het gedecentraliseerd is. Dus je weet ook dat het bij de ene gemeente zo werkt en bij de andere gemeente werkt het zo. Ja. Dus het is een soort van postcode-loterij dan. En dan gaat het over je kind die dus echt zwaar in het probleem is. Dan heb ik ook nog eens een keer bij meegeteld dat een kind vaak gemiddeld op zijn 23ste uit huis gaat. Dan zou je toch op zijn minst nu moeten zeggen, dan gaan we die 18 loslaten. 18 is toch veel te jong. Zeker voor kinderen die op dat moment echt in de zware problemen zijn. Ja, en dan vind ik wel dat je daar iets te makkelijk over gaat. Nee, ik ben er helemaal niet makkelijk in. Want de ene gemeente doet het namelijk ook veel beter dan een andere. Ja, dat andere is toch veel al gek slechter. Op zich is dat. Dat dus een postcode loterij is. Meer dingen. Hey, maar gezellig dat jullie er ook zijn. Ja, dat is echt heel fascinerend. Superleuk. Wij hebben jullie bewust naast elkaar gezet. En je weet nu waarom. Dus dat is hartstikke mooi. Maar even terug naar het onderwerp. Uit huisplaatsing dus van een gezin. Vind jij bijvoorbeeld dat alle gezinnen geholpen moeten worden, ongeacht wat de reden is dat ze uit huis worden geplaatst? Nee, zeker niet ongeacht wat de reden is. He, want wat net in dat filmpje ook, he, van als er sprake is van drugs of een wietplantage in huis, of dat er heel veel overlast is, dan kan je niet inderdaad dat zeggen van ja, maar er is een kind, dus die huisuitplaatsing dus kan dan niet. Laat je dat kind maar gaan? Nee, natuurlijk niet. Een huisuitplaatsing wil niet zeggen van en nu sta je op straat en zoek je het verder maar uit. Ja, in dit er is geval nog wel steeds een zorgplicht. En die hebben die gemeente ook. Ja, maar daar kunnen ze dus niet aan voldoen in dit geval. Nee, dus wat zou je dan vinden? Dus nee. Dan ben ik wel benieuwd wat om de zorgplicht van de gemeente. Dus het staat ook in de wetten. Volgens dat mij moeten ook doen, maar het, ja. Ja, nee, maar dit jij maar bent ook te makkelijk, Frits. Maar andere ik vind, Frits. Als nou, jij hebt gewoon bedacht is dat we allemaal te makkelijk zijn. Weet je wat het namelijk nee, is? Maar dit, ik ben niet makkelijk. Ik vind als er een kind in spel is, moet je juist niet, wat de reden ook is, loslaten. Want kinderen kunnen hier niks aan doen. En ik vind dat je dan echt even extra toezicht en begeleiding dat ze kinderen nodig hebben. Maar degene die bepaalt of daar opvang extra of de extra zorg is ook degene die de budget in de gaten moet houden. Dat is het grote probleem van die decentralisatie. Ze kijken dus iemand die moet bepalen van oké, die mensen moeten extra zorg krijgen. Die kijken ook naar oké, maar het geld is daar en daar en daar hebben we nog, dus dat doen we niet. En dat is toch volledig fout. Daar moet Den Haag de regie pakken. Hoe dan ook, het lukt niet iedereen om